Hallo mensen van Manneker en welkom bij deze gloednieuwe Planet Coaster video. Het gaat steeds beter, de kwaliteit van de video gaat omhoog. Omdat ik hem iets op 1080p heb gezet, dus geen brokkerigheid meer. Intro missen we nog steeds helaas, de Sims 4 komt eraan. Maar het is super druk in ons Planet Coaster parkje. We hebben de doelen dus eigenlijk allemaal gehaald, behalve de payoff loans nog steeds. Voor die leningen dus eigenlijk, loans zijn leningen, die moeten we nog afbetalen. En dat duurt nog steeds 7 maanden, ja. En ik ben allemaal nieuwe attracties aan het researchen. Ik kan er zo eentje revealen. Zal ik ze laten zien. Dat is een nieuwe attractie die we kunnen bouwen. Maar ik heb dus wat bijgebouwd. Het is super druk hier in dit stukje. Dit hoekje blijft druk. Mensen blijven bij elkaar hangen. Ze blijven in elkaar hangen. Maar al deze rijen zijn eigenlijk helemaal vol. Ik ben het telkens duurder aan het maken. Maar het helpt niet bepaald. Deze die wordt gewoon helemaal niet bezocht door niemand. Maar ik heb dit stukje erbij gebouwd. Dit zo. Heb ik net niet opgenomen. Dat heb ik gewoon bijgebouwd zo. Deze dingetjes. Het is hier nog super leeg. Omdat, ik heb dit pad helemaal verbonden. Deze erbij. Omdat dat andere pad was veel te druk. En ik heb hem ook meteen verbonden met dit pad wat er allemaal al lag. Dus kunnen ze hier ook gaan lopen straks. Maar om het nog drukker te maken dus, kunnen wij een nieuwe attractie hier gaan bouwen. Maar eerst wil ik eigenlijk deze nieuwe attractie die we hebben geresearched revealen. Dus welke attractie is dit? Dit is... Yes, een stomme poepattractie. Oké, we zijn nog naar twee nieuwe dingen aan het researchen. Dus dan kunnen we straks nieuwe dingetjes doen. Maar ik kan nou nog twee attracties die we niet hebben in dit park. Dat is dit. Dit is echt heel saai. Maar we zullen het bouwen. En dan gaan we die andere ook meteen bouwen. Want we hebben heel veel geld gewoon verdiend de afgelopen tijd. Of we het echt verdienden, weet ik niet. Maar laten we hier ook eventjes een beetje leven erin blazen. Dan wordt het misschien ook nog gezellig hier. Dat lijkt me super leuk. Ik hoop jullie ook. Maar vast wel. Oké, ik zet die exit gewoon hier zo neer. Kunnen ze meteen makkelijk eruit. En ja, die intree die doen we gewoon zo erlangs. Ik moet hem misschien wel langer maken, want zoals je ziet, net zag eigenlijk, die rijen, die staan eigenlijk altijd best wel vol. Oké, dan kan ik hem zo nog wat langer maken. Zo. En dan is hij gewoon super lang. En dan hebben mensen hier ook iets te zoeken, want eigenlijk, ja, lopen ze hier nu gewoon om de drukte te vermijden. En niet om iets te bezoeken, dus dat is best wel jammer. Oké, deze komt hier en recht. Bam. Open nu. Yay, dat ding heeft zijn deuren geopend. Ik kan ook weer naar de attracties gaan kijken trouwens, hoe het er binnen eruit ziet. Zullen we eens doen? Kijk hoor. Woe! Ah! Ik zie hem gewoon op je kopje. Oh, die draait rond. Word er gewoon weer misselijk van als ik dit zie. Oh. Ik wil jullie kopjes zien. Woe! Hey! Jullie hebben het al eens in, zeg. Oké, we gaan even in de volgende camera kijken. Oké, ze draaien lekker rond. Ik zou in zoiets echt nooit gaan. Daar word je gewoon misselijk van. Dat is toch niet leuk? Nou, die meneer heeft er in ieder geval wel naar zijn zin. En deze attractie. Oké, de eerste mensen gaan er al naartoe. Laten we vast de volgende bouwen. De laatste eigenlijk die we nog niet hebben gemaakt. Dat is deze. Ook een beetje een kinderattractie volgens mij. Maar we kunnen... ik wil eigenlijk een pad ernaast kunnen leggen nog. Misschien doen we die gewoon hier zo bouwen. Of hier zo in het hoekje. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik bouw hem gewoon hier. Yes. De intree, die bouw ik... Ja, ik moet even goed nadenken hoor. Het maakt dan niet zoveel uit. De exit die komt aan deze kant. Dan kan het pad hier zo meteen lopen naar daar. Dan kunnen mensen echt op heel verschillende manieren... ergens heen lopen. Dus laten we eerst dat bouwen. Dat lijkt me een stuk slimmer. Deze dus daarmee verbinden. Zo. En die... zo. En dan kan dit stukje verbonden worden alvast. Uh-oh. En deze ook hierheen. Bam, bam, bam. En hij is verbonden. Nice. Oké. Dus nu deze intree bouwen. En dan... Oh, ik dacht even dat ze de andere kant op liepen. Dat ze weggingen. Zitten er al mensen in? Ja, onderin zitten al mensen. En er was een soort van lag spike of zo. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar er gebeurde iets. Zo. Muziek. Muziek in mijn oren, jongens. Ik hoor gewoon muziek. Oké, deze rij is ook weer super lelijk. Sorry daarvoor. Sorry. Het was niet mijn bedoeling. Het was echt niet mijn bedoeling. Om iets lelijk te maken. Hoppakee, open nu. Ja, mensen, jullie kunnen ook al hierin. En dit ding, ja, dit is gewoon saai. We gaan even kijken. Oké, vooruit. Yay. Die gaan niet eens hoog. Het is een mini-reusrad. Yay. Wat cool. Oké, het gaat dus super goed in het park. Ik zag net wel ergens wat rotzooi liggen. Ik wil alleen dat er hier gewoon wat bezoekers komen. En hier ook. Ja, het is gewoon leeg hier. Is er niemand meer in de rij? Ik zal deze wel goedkoper maken dan. Vooruit, vooruit. Kijk, dan gaan ze allemaal naar binnen.
Want normaal draaien ze om als het te duur is. En nu gaan ze gewoon lekker naar binnen. Ik vind het mooi. Oké, ik moet het misschien ook hier een beetje aankleden. Want hier heb ik het wel allemaal aangekleed. Het staat hier best wel vol met rotzooi. En ja, deze rij staat ook echt gewoon helemaal vol. Ze vinden het misschien wel leuk. Ah, misschien is dat het. Ja, dat zou best kunnen. Dat ze entertainment willen. Oké, die rennen erheen. En ze gaan er wel heen. Oké, ik dacht ze het keren om. Ze willen er uiteindelijk niet meer heen. Oké, hier is leven. Hier is het leuk. Daar is nog een beetje dood erachter. Oké, laten we dus even wat gezelligheid erin brengen. Wat boompjes bijvoorbeeld. Oh, al die muziek door elkaar. Dat is dan weer iets minder. Zo'n boompje erbij. En dan ook nog zo eentje. Kijk, ik vind het hier meteen al stukken gezelliger zo. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Stef, als je dit kijkt. Jij zegt dat je het beter kan. Geloof er helemaal niks van. Geloof er helemaal niks van. Nee, oké. Okay. Kampvuurtje hier, dat past niet. Helaas. Zo'n dingetje past hier wel. Maar ja, wat is dit? Lelijk is dit. Dit is niet mooi. Ja, we hebben niet veel dingetjes. We moeten meer research om meer te kunnen bouwen. We kunnen hier een creepy man neerzetten. Die hangen gewoon hierboven. Ja, kijk. Hier wat sfeer erbij. We kunnen zo'n gek huisje hier neerzetten. Maar ja, wat heb je hier aan? Niet veel. Maar het is wel weer iets van sfeer. Leuk toch? Ik denk het wel. Dan kunnen we zo'n poppetje erin neerzetten. Die we zo... Bam! Ja, dat is een robot. Hij zit met zijn schoenen in het zand. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Er is wat meer sfeer hier. Dus de rij kan wat langer worden. Ik vind het dan meteen een stuk mooier. Dus ik hoop dat er meer mensen in de rij gaan staan. We willen wel volle attracties hebben natuurlijk. We willen niet afgaan. Hè? Geen afgang. Ik moet hier toch een hekje neerzetten. Want ik zie dat de mensen een beetje over die lijn heen lopen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dan zal ik eens even meteen een hekje plaatsen hoor. Hekje? Daar een hekje. Hier ook gewoon een hekje plaatsen voor de sfeer. Bam. Cool, cool, cool. Kan ik hem hier nog een beetje uitbreiden? Of zo doen. Oh, die muziek, jongen. Daar word je toch helemaal gek van? Ik wel. Oké, het moet wel precies zijn, hè? Wel een beetje mooi. Oké, nou, dat ziet er cool uit. En dan kan ik hier nog iets kleins plaatsen. En dan heb ik hier gewoon... Ja, kijk, zoiets bijvoorbeeld. Hoppakee. En dan kan je er nog wat bosjes omheen zetten. Om het wat aan te kleden. Zo. Een beetje in de grond doen. Zo. Deze nog. Hoppakee. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het echt mooi. Ik word steeds beter met dit aankleden. Dus dat is wel cool. En dan is het hier helemaal lekker groen. Zo. Ik kan het nog een beetje zo doen. Bam. Ik vind het echt cool worden hier zo. Ik hoop jullie ook. Jullie zien gewoon live nu, zo, dat ik beter word. Okay, dan moet ik het hier misschien iets dunner doen, dat het wel een beetje hier blijft. Dat je ziet dat er een, ja, dat het steeds dikker wordt zo. Een beetje de begroeiing, weet je wel? Ja, ik vind het mooi. Waarom staat die engineer hier? Je hebt niks te doen, hè? Dat dacht ik al. Echt die herrie allemaal. Nou, ik zal dit zo meteen aanpakken. Eerst nog hier iets neerzetten misschien. Zullen we dat doen? Of zullen we eens kijken of we wat meer weer wat gereveeld hebben? Oh, dit bijna. Het kost nog één dagje. En dan kunnen wij een cadeauwinkel openen. En dat is misschien wel leuk om te doen. Start research. Ik kan deze doen. Een family ride. Of... Ja, wat zullen we doen? Zullen we nog zo eentje bij doen? Ja, gewoon YOLO waterpolo. We moeten dus nog 6 maanden wachten voor die dingetje. Voordat we dit hebben uitgespeeld. Voordat we naar de volgende map kunnen. Ik hoor muziek. Oh, dat is dit. Toch? Nee. Oh, dat is dit. Ik dacht, waar komt die muziek vandaan? Maar dat is gewoon dit ding. Maar er gaan niet veel mensen naar binnen. Ze vinden het niet leuk. Ze vinden het echt niet leuk. Nee, dat snap ik. Ik zou er ook niet aan. Maar dit misschien wel leuk. Wee! Het bubbels. Oh, ze hebben het niet echt naar hun zin. Ja! Oké, ze vinden het wel leuk. We kunnen inzoomen, we kunnen uitzoomen, we kunnen alles. Yes. Cool. Oké. Okay. Leuk spelletje. Ik zal het misschien deze kant een beetje hetzelfde aankleden als die kant. Dat is een beetje logischer, toch? Dan doen we dat. Met bankjes of ook met die hekjes? Hekkie? Ook met een hekkie. Waar waren die hekjes ook alweer? Hekkie? Ik heb geen idee. Oh, hier. Kijk, dan gaan we dit even dezelfde doen, op dezelfde manier.
Deze is omhoog. Zo. Juist hem. Nu blijven jullie binnen de hekken. Anders dan... Oh. 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 Dat is niet mijn bedoeling. Anders dan maak ik jullie af. Mensen. Hoppakee. En... Hoppakee. En... Hoppakee. En dan missen we hier een heel stuk. Kan ik dat niet zo doen? Nee, dat kan niet. Marnik, dat kan niet. Weg ermee. Hoppakee. Om het daar dan nog een beetje toch op te vullen, zetten we gewoon één verdwaalde prullenbak. Of dit neer, een plantenbak. Ja, plantenbak. Hoppakee. Zo kan het, jongens. Zo kan dat. En dan kunnen we nog zo'n dingetje neerzetten. En dan nog wat plantjes erbij om het aan te kleden. Pak wat plantjes. Zo. Ik word echt helemaal gek van al die muziek door elkaar. Zo. Ik kan bijvoorbeeld ook nog een palmboompje zo tussen. Oeh. Looking cool, looking good, looking good. Zo. Ja. Maar ik wil niet te veel tijd eraan besteden aan zulke dingen. Want dat vind ik zonde. Zonde van de tijd. Zonde van de tijd. We hebben maar zo'n korte tijd samen. En dan ga ik het hier aan verspillen. Nee. Dat wil ik niet, hè. Zo. Ja, het is oké. Het ziet er oké uit. Zo. Oké, nou, dit is goed, dit is goed. Kunnen hier nog zo'n van die dingen aan gaan hangen of zo? Maar let's not do it. Laten we gewoon nog een steen hier neerleggen. En dan hier nog eentje. Dat zijn mijn kleintjes. Ik wil een grote. Tiny, large. Kijk, wow. Oh. Klaar. Dat is ook weer gedesigned. We kunnen misschien nog een palmboompje erbij zetten. En dan is het helemaal mooi. Bam. Helemaal aangekleed gewoon. Zo doe je dat. Simpel is dat. Zo simpel is dat. En dan is heel die andere kant nog helemaal kaal. Ja. Hebben ze mooi pech. Hebben ze pech. Zou ik nog... Ja, oké, jongens. Ik ga nog een klein hekje hier neerzetten. Een klein hekje. Omdat ik het anders niet afvind. Dit hier zo. Nu is het pas af. Nu is het af. Kijk. Ik denk dat deze klaar is nu. Research. Ja, reveal. We kunnen nu... Een cadeau. Een hoedenwinkel. Ze kunnen hoeden gaan kopen hier. Oké. Nog één attractie dus. Eten. We gaan eten. Onderzoeken. Dus. Cadeauwinkel. Oh, we kunnen heel veel cadeauwinkels. Heel veel hoedenwinkels. Ja. Ja. We zullen er zo eentje hierbij bouwen. Gewoon hierbij, denk ik. Want hier is niet zoveel. En dan aan deze kant. Dan kunnen jullie hier een cadeautje halen. Waar is de ingang? Ik heb geen idee. Wacht. Volgens mij... Harry, volgens mij is dit de voorkant. Zullen we dat hier gewoon doen? Ik ben benieuwd hoeveel mensen nou eigenlijk een hoed willen. Kunnen ze hier gewoon halen? Het is open. Bij deze meneer. Welke hoedjes heeft hij allemaal? Hallo meneer! Hallo? Oké. Hij heeft een piratenhoed, hij heeft een kroon en zo'n petje. En dat is allemaal volgens mij. Ja, dat is alles. Ik ben echt benieuwd of mensen wel echt geïnteresseerd zijn in een hoed. Ja, wie koopt er tegenwoordig nog een hoed? Ik niet. Ik had misschien niet zoveel paadjes moeten maken, want nou wordt het een beetje te dun bevolkt allemaal. En ik kan ook de rest weg gaan halen dat ze via hier naar beneden komen of zo. Gewoon dit park wat minder paadjes heeft, want het is zo... Zo paadjesachtig. Kijk, hier zit het helemaal vol. En hier helemaal bij de doekje nog steeds. Oh my god. Oh my god. Het is hier echt heel druk. Echt heel druk. Waarom? En waarom is het hier dan weer niet druk? Ik snap dat niet. Ik snap het echt niet. Wat is de logica, jongens? Laat het weten in de reacties. Ik zal het eens lezen dan. Even kijken. We zijn al een tijdje op aan het nemen. En het gaat ook best wel lekker zo. Ik ga best wel lekker. Deze die kunnen we zo ook bijna bouwen. Deze attractie. Laten we de volgende aflevering een paar maanden verder zijn. Want financiën...
Vijf maanden moeten we nog gaan. We hebben nu pas 3 maanden deze stream gedaan of zo, of 2. Dus dat duurt best wel lang voordat we dat doen. Laten we vanaf 2 maanden weer verder gaan met hier. Dan zal er vast een heel stuk meer staan. Dus laat een like achter. Reageer voor meer. En abonneer voor meer. Ja, dat is het. En tot de volgende keer. Bye! Dum 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 d